Maurice Nijsten zijn bekende namen op dat gebied. Ze maakte in het verleden al verschillende natuurfilms voor de KRO. Maakte nu een nieuwe. En die gaat over het gebied dat u vindt tussen bos en wei. De film wordt ingeleid door Jo Elkens en Maurice Nijsten. Op de grens van bos en wei is de titel van de film die we zo dadelijk gaan bekijken. We hebben een heel seizoen met camera en geluidsapparatuur, zo van de winter tot in de herfst, rondgezworven op de rand van die cultuurlandschappen. Akkers, weilanden en bos. Kijk, en daar spelen zich vaak heel wat tafereeltjes af die, als je in de bossen gebleven zou zijn, echt niet zou kunnen waarnemen. Ik denk hier met name aan de hamster die we in Zuid-Limburg hebben gefilmd. Zou ook nergens anders kunnen in ons land, want het is de enige plaats waar die nog voorkomt. Kijk, cultuurlandschappen, die hebben bij sommige mensen zo'n kunstmatige naam. Het is natuurlijk door de mens aangelegd. Maar we moeten niet vergeten dat ook die landschappen hun charme kunnen hebben. Trouwens, ons land heeft niet meer dan 8% bos en is samen met Engeland het bosarmste land van Europa. Strenge winters die komen niet zoveel voor in onze streken, maar van tijd tot tijd kan het toch wel eens goed raak zijn. Denkt u maar eens aan de winter van 1962-1963 en wat dacht u van 1979? Veel diersoorten hebben het dan moeilijk te verduren en met name bepaalde diergroepen. Denkt u maar eens aan watervogels. Er sterven er dan veel. Maar van de andere kant is zo'n winter eigenlijk een heel gewone zaak. Een soort natuurlijk selectieproces. Alleen de sterkste, de handigste en ook de meest ervaren dieren komen erdoor. Het hoort er eigenlijk gewoon bij. En in de natuur gaat het niet op de eerste plaats om het individu, maar om de soort. Als natuurfilmer blijf je in zo'n periode natuurlijk niet thuis zitten. We zijn voor u ook eens gaan kijken hoe dieren zo'n winter trachten te overleven. De meeste winters in ons land stellen niet veel voor, maar af en toe is het ineens goed raak. Het lijkt dan of ook de dierenwereld daar niet op is ingesteld. Veel dieren raken in paniek en er vallen ook veel slachtoffers. Anderen lukt het om tijdig een nieuwe voedselbron te vinden.
De roerdomp is een schuwe vogel die je normaal niet gauw te zien krijgt. De strenge vorst heeft een paardje roerdompen ertoe gedwongen de beschutting van de rietvelden te verlaten om elders voedsel te zoeken. De roerdomp is een viseter, dus moet hij een wak in het ijs zien te vinden. Deze roerdomp heeft geluk. Hij heeft een stukje open water gevonden. Met veel geduld probeert hij nu een visje te verschalken. Dat gaat op zijn specifieke, behoedzame manier. De roerdomp heeft een prima schutkleur, tenminste in het riet. In dit sneeuwlandschap staat hij er maar gekleurd op. Roofvogels hebben het bij strenge vorst veel minder moeilijk. Dit vrouwtje van de blauwe kiekendief zal veel verzwakte prooidieren kunnen grijpen. Roerdompen zijn zwijgzame vogels. Alleen in de broedtijd laten ze zich horen met een vreemde, dreunende roep. Als de roerdomp zijn honger een beetje heeft gestild, trekt hij zich terug in de beschutting van het riet. Daar voelt hij zich meer op zijn gemak. Deze rietganzen zijn echte wintergasten, want ze komen hier alleen in de winter. Broeden doen ze in het hoge noorden. Rietganzen zijn ook niet zo gelukkig met zo'n dik pak sneeuw. Ze eten uitsluitend plantaardig voedsel en daar is nu moeilijk aan te komen. Een boom vol groenlingen. In de winter verzamelen ze zich soms in zulke enorme zwermen. De groenling is een neefje van de vink. We noemen hem dan ook wel groenvink. Een deel van de groenvinken die hier broeden trekt in de herfst naar het zuiden. De rest blijft hier en krijgt gezelschap van groenlingen uit noordelijke landen. Holenduiven zoeken hun voedsel meestal op akkers. Ze eten er vooral onkruidzaden. Als een van de groenlingen het voorbeeld geeft, volgen alle anderen. Ze dwarrelen als herfstbladeren naar beneden. Ondanks de sneeuw is hier toch nog voldoende voedsel te vinden. Dat trekt natuurlijk grote aantallen vogels. De groenlingen zijn opgeschrikt en vliegen massaal terug naar de bomen.
Een torenvalk heeft te midden van de zwerm groenlingen een slag geslagen. Hij had keus genoeg. De groenlingen vinden een welkome voedselbron op een veldje met onkruid. Zelf zijn ze weer een tractatie voor allerlei roofvogels. Zo is het in de natuur weer aardig geregeld. De torenvalk plukt zijn prooi eerst voor hij hem opeet. De onverteerbare resten van de prooi, die hij dan nog naar binnen krijgt, komen er als braakballen weer uit, net zoals bij uilen. Ook de kop van een groenling is een smakelijk hapje voor deze torenvalk. Als hij zijn maaltijd heeft beëindigd, vind je niets meer dan een bosje veren terug. In ons land een zeldzame verschijning, deze hamster. Hij leeft alleen hier en daar in Midden- en Zuid-Limburg. We moeten het dier niet verwarren met de tamme goudhamster die voor de handel wordt gefokt. Hamsters leven in holen onder de grond. Vooral 's nachts komen ze eruit om voedsel te zoeken op graanvelden en akkers. Vanzelfsprekend zijn het uitstekende gravers. Erg kieskeurig is hij niet. Allerlei plantaardig materiaal propt hij razendsnel in zijn grote wangzakken. Dat brengt hij dan later naar zijn hol. Zo heeft hij tegen de winter vaak tientallen kilo's graan en plantendelen in zijn hol verzameld. Het is nu voorjaar en deze hamster is nog maar pas uit zijn winterslaap ontwaakt. Al is de hamster vooral een planteneter, hij doet zich ook wel eens te goed aan kikkers, muizen en insecten. Een groep huiszwaluwen in de modder. Ze verzamelen hier klei voor het bouwen van hun nest. Zoals hun naam al zegt, zijn ze meestal in de buurt van huizen te vinden. Daar bouwen ze ook hun nesten. De een komt, de ander gaat. Iedere huiszwaluw pakt een balletje modder om die daarna ergens tegen een dakrand of muur van een huis te plakken en zo het nest te metselen. Zowel het mannetje als het vrouwtje werken daaraan mee. Deze zwaluw eet steentjes. Dat doen veel vogels zo af en toe om daarmee de spijsvertering te vergemakkelijken. Die steentjes werken dan zo'n beetje als molensteen. Eén zwaluw maakt nog geen lente. Maar als je zo'n groep bij elkaar ziet, dan is de lente al ver gevorderd. De kleine plevier zie je niet zo vaak in ons land, omdat er maar weinig zand- en kiezelstrandjes zijn. En die heeft hij nodig als broedplaats. Deze kleine plevier broedt op een braakliggend terrein met veel kiezelstenen aan de rand van bos en wei. Regelmatig wisselen het mannetje en het vrouwtje elkaar af bij het bebroederende vier eitjes. Na ruim 3 weken komen de jongen uit het ei.
Als de partner komt aflossen, wordt de broedende plevier onrustig. Zonder duidelijke noodzaak begint de vogel wat takjes te verleggen. Het nest van de kleine plevier biedt weinig beschutting. Dat is ook niet nodig, want het valt nauwelijks op te midden van die kiezelsteentjes. De kleine plevier blijft van maart tot oktober in ons land. Daarna trekt hij naar zijn winterkwartier in Zuid-Europa of West-Afrika. De penseelkever lijkt wel wat op een hommel met zijn fluweelachtig behaarde lijf. Het stuifmeel van schelmbloemen is een geliefd voedsel. De penseelkever is vrij zeldzaam in ons land, behalve in Zuid-Limburg. Het dier heeft namelijk een voorkeur voor bebost heuvelland. Maar weinig mensen vinden insecten interessant genoeg om erbij stil te staan. Maar als je er wat aandacht aan besteedt, blijkt hun doen en laten echt wel boeiend. In de bermen langs de bosrand staat nu alles volop in bloei. Het is één en al kleur. Smalbokken horen tot de familie van de boktorren. Ook zij leven vooral op schelmbloemen en voeden zich met de nectar en stuifmeel daarvan. Veel voedsel hebben ze overigens niet nodig. Er zijn zelfs soorten boktorren die in hun korte leven niets meer eten als ze eenmaal kever zijn geworden. Bij de paring brengt het mannetje zijn orgaan in het achterlijf van het vrouwtje. Zo komen zijn zaadcellen in haar zaadblaasje. Bij insecten spreken we van directe, inwendige bevruchting. Tijdens het paren eet het vrouwtje gewoon door en dat is heel normaal bij deze soort kevers. Boktorren hebben geen beste naam, want ze zetten hun eitjes af op boomschors. De larven boren zich daarna in het hout en doen zich daaraan gretig te goed. In de stal van een boerderij is de boer een zwaluw beslist nog geen zeldzaamheid. Hij maakte zijn nest van modder, versterkt met gedroogd gras. Deze jonge boerenzwaluwen staan op het punt om het nest te verlaten. Ook daarna komen ze de eerste tijd nog vaak terug om gevoerd te worden.
De zorg voor de jongen delen de ouders eerlijk. Om de beurt voeren ze de insecten aan. Boerenzwaluwen zijn zeer behendig in het vangen van insecten. Om de paar minuten zijn ze er weer met nieuwe aanvoer. Dat moet ook wel, want de jongen hebben veel nodig. In deze boerenschuur heeft zich onder het hooi een egelpaardje gevestigd en een jongen gekregen. Pas na een dag of 10 hebben de jongen hun ogen geopend. Nu zijn ze al enkele weken oud, maar nog steeds helemaal afhankelijk van hun moeder. Moeder egel wordt wakker. Pas in de schemering gaan egels op zoek naar insecten, slakken en wormen. Overdag slapen ze meestal. Vlak na hun geboorte waren de jonge egeltjes nog erg kwetsbaar, omdat ze zich nog niet tot een bal konden oprollen. En bovendien boden hun eerste stekels nog nauwelijks bescherming. Nu zijn ze al zover dat ze kleine uitstapjes buiten het nest maken. De kerkuil is helaas een zeldzame gast geworden op de boerderij. Moeder egel verlaat het nest om in de weilanden rondom de boerderij voor haar en de jongen naar voedsel te zoeken. Van de 3 soorten herten in ons land komt de ree verreweg het meeste voor. Toch krijg je ze niet gauw te zien, want reeën zijn erg schuw. Hun reukorgaan en hun gehoor zijn sterk ontwikkeld en bij het geringste onraad vluchten ze het bos in. In tegenstelling tot de bok heeft de ree-geit geen gewei. De bok draagt zijn gewei het grootste deel van het jaar. Vlak voor de winter werpt hij het af. Zoals alle herkauwers hebben reeën verschillende magen. Ze grazen heel snel in de open weilanden om het voedsel daarna op beschutte plekjes te herkauwen. Dat is ook wel nodig, want die plantenkost is maar moeilijk te verteren. Het is nu augustus. De bronsttijd is op zijn hoogtepunt. Een drukke tijd voor de reeën, want de paring wordt omgeven door heel wat ceremonies. De bok wordt aangelokt door de geurklieren van de geit. Een bijzonder moment. De reegeit urineert en de bok reageert onmiddellijk. Er zijn vaak meer geiten in de buurt van een bronstige bok. De sterke reebokken in de kracht van hun leven domineren in de bronsttijd. De jonge en oude bokken spelen slechts een figurante rol.
Het lijkt of de bok de geit achterna jaagt, maar de geit is wel degelijk een gewillige partner. Opvallend is dat de geit en de bok een cirkel of een acht beschrijven bij het voorspel op de paring. Terwijl de paring in augustus plaatsvindt, begint het embryo pas echt te groeien in december en volgt de geboorte in mei of juni. We spreken bij reeën dan ook over een verlengde draagtijd. De kruisspin is een van onze bekendste spinnen. Raakt er een insect in haar web verward, dan merkt de spin dit meteen door de trillingen van het web. Met haar gifkaken spuit de spin een stof in de prooi die het insect verlamt. Maar het werkt ook als spijsverteringssap. Het maakt de verteerbare delen van het insectenlichaam vloeibaar, zodat de spin dit vocht makkelijk kan opzuigen. Ook een andere kruisspin heeft succes bij de vangst. Het is gewoon een kwestie van geduldig wachten. De vlieg wordt niet helemaal verteerd. Het uitwendige skelet, de zogenaamde chitinehuid, blijft over. Een pasgevangen prooi wordt vliegensvlug ingesponnen. Hier is goed te zien hoe de kaken van de spin werken. De klieren aan het achterlijf van de spin vormen de draden. Die klieren heten spintepels. Er zitten klevende en niet-klevende draden in ieder web. De spin loopt zelf natuurlijk langs de niet-klevende draden. Tegen het einde van de zomer beginnen veel vogels met de voorbereidingen van de naderende trek. Deze huiszwaluwen hebben zich alvast verzameld. Tussen dat verzamelen door is een zonnebad nog altijd welkom. Terwijl de zwaluwen nog moeten vertrekken, zijn de eerste wintergasten er al. Dit sijsje doet zich te goed aan de zaadjes uit elzenproppen, in deze tijd van het jaar een geliefde voedselbron voor de sijsjes. Vroeg in de herfst zie je putters vaak in groepjes op distelkoppen naar voedsel zoeken. Vanwege die voorkeur voor distels noemen we ze ook wel distelvinken. Putters zijn er zeer bedreven in om de zaadjes en pluisjes van elkaar te scheiden.
De zaadjes van de melkdistel zijn een lekkernij voor alle zaadeters. In de herfst kun je op deze plant dan ook de goudvink aantreffen. Een neefje van de putter en nog mooier van kleur. Het vrouwtje van de goudvink gaat veel minder kleurrijk gekleed. Spreeuwen, spreeuwen en nog eens spreeuwen. In het najaar verzamelen deze vogels zich iedere avond in enorme zwermen voor ze hun vaste slaapplaats opzoeken. Zo'n wolk van spreeuwen levert een adembenemend schouwspel op. Stijgen en dalen, draaien en keren. Het is een ware luchtshow die de spreeuwen opvoeren. De grens van bos en wei is de natuur het hele jaar door vol boeiende afwisseling. Ook in eigen land. Einde van deze KRO-uitzending. We zijn er morgenavond alweer op Nederland 1. Ik noem even snel de programma's die u dan kunt zien.